Vaarheid is chronisch, hè? Dat is een ziekte. Dus alle mensen zeggen of ik de rest van mijn leven met mijn vrouw blijf, dat weet ik nog niet. Maar Feyenoord blijven. Ik zou ze niet eten willen geven, die liever bij Feyenoord blijven bij de vrouw. Welkom bij Cineac Noord. Deze week hebben we een speciale uitzending over Koen Moulijn, die begin dit jaar is overleden. We beginnen met Erik van Seist, die bezig is een muurschildering te maken van onze beroemde voetballer. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1, geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1. We staan hier bij een nieuw kunstwerk van Koen Moulijn. U bent het nu aan het schilderen. Hoe bent u er ooit op gekomen om dit te gaan maken? Ja, ik ben vorig jaar in de jaren daarvoor al op zoek geweest naar het muurtje van Koen. En uiteindelijk vond ik het muurtje en dat was een beetje klein. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht van nou, deze muur is er veel beter geschikt voor. En vandaar dat ik een ontwerp heb ingediend voor deze muur voor Koen Moulijn. Ja. En dit is ook nog in de eigenlijke straat waar hij ooit heeft gewoond of geboren? Ja, omdat hij geboren en getogen is op nummer 14 in de Bloklandstraat. En vond ik dat een mooi eerbetoon om hem hier een prachtige muurschildering neer te zetten. Ja. En u bent er, zei al, een hele tijd geleden mee begonnen. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd voordat hij hier pas is gekomen? Ja, ik heb vorig jaar dus al het plan ingediend en handtekeningen van de bewoners. Maar er gaat toch allemaal tijd overheen voordat dat allemaal door kan gaan. En jammer genoeg, door zijn overlijden is dat in een stroomversnelling gekomen. Ja, maar vindt het nu jammer dat hij eigenlijk een soort van eerbetoon is geworden? Ja, heel jammer, want ik had heel graag gewild dat hij er nog bij was geweest. Vandaar dat ik eigenlijk tegen iedereen, het is een jaar te laat. Maar beter laat dan nooit natuurlijk. En wat hoort u nu van de bewoners nu u eenmaal bent begonnen? Ja, heel enthousiast, heel enthousiast. Ja, deze muur die vroeg ook om een muurschildering. En juist sta ik helemaal versteld dat zelfs de kleinste kinderen die al Koen Moulijn kennen. Dat is heel apart, want dan lopen ze voorbij. Hé, Koen Moulijn, Koen Moulijn. En het verhaal erachter is ook een beetje dat je... Koen is hier natuurlijk ook opgegroeid en dat je dan tegen die jongens ook zegt van ja, misschien word jij later ook wel een hele beroemde voetballer. Ja, en wat moet er nu allemaal nog aan gedaan worden? Want het is nu nog een schets op de muur. Ja, het is nu nog helemaal zwart-wit, zet ik hem op en dan als het weer een beetje meewerkt, dan gaat hij volgende week met het rood-wit van Feyenoord en het oude Feyenoord-tribune is ook in rood, dus daar komt er wat kleur in. En het is een beetje de bedoeling dat het dan op een oude ingekleurde foto gaat lijken. En dan is die met een goede coating, anti-graffiti coating eroverheen. Dan is die hopelijk eind van de maand helemaal klaar. Hand in hand, kameraden. Een paar jaar geleden was Koen Moulijn zo vriendelijk om een interview te geven bij het muurtje van Moulijn in de Bloklandstraat. Nou, we staan hier in de Bloklandstraat in het Oude Noorden met een van de beroemdste oude Noorderlingen, Koen Moulijn. Ook een van mijn jeugdhelden. Ja, nou, leuk. Dank je voor het compliment. Ja, ik heb hier natuurlijk mijn jeugd doorgebracht vanaf mijn
Vanaf mijn geboorte tot en met mijn 18e of 20e jaar. Toen ben ik gaan trouwen en toen ben ik hier weggegaan. Maar het is een hele leuke, mooiste tijd geweest in het leven. Dat denk ik haast van ieder kind, dat de jeugd natuurlijk het mooiste tijd. En dit was het voordeel, want in deze staat, wij speelden veel buiten. Toen werd er überhaupt vroeger veel buiten gespeeld. En deze straat was doodlopend. Hier kon je niet doorheen rijden. Hier kwam geen verkeer door. Dus in verband met voetballen, dan kon je hier uitleven. Ja, en bij jullie stond er, dit is een soort kunstwerk. Ja. Maar er stond gewoon een doodlopend muurtje met gewone ouderwetse bakstenen. Ja, dat klopt. Dus, en je kon hier niet door, hè. Dus het was, hier de straat was er vroeger... Die was niet 20 meter hier naartoe. Het was een vrij smalle straat. En dat liep dood. Dus hier stond een muur. Je kon alleen hierin en terugrijden. Maar je kon niet doorrijden. Dus dat was voor het voetbal was ideaal. Er kwamen geen auto's. En überhaupt waren er toen ook niet zoveel auto's. En op welk nummer woonde u? Ik woonde nummer 14. Dus ja, nummer 14 daar. Ja. Aan de overkant. En ja. Dat is helemaal gerenoveerd? Ja, ik ben er daarna nooit meer geweest. Ik weet niet eens hoe het meer van buiten uitzag. Maar het waren vrij kleine huizen. Ik denk dat er nu, eerlijk gezegd, wat ik denk hier te zien, dat er meer mensen woonden toen. Geen woorden, maar daden. Leven fijn. We waren er ook wel grote gezinnen, hè? Grote gezinnen had je toen. En toen had je putten midden in de straat. En dat was dan meer het doel. Met de stoeprand dus. En daar speelde je met... toen was die straat dus nog maar 20 meter naar deze kant. En daar had je ronde gaten in. En daar speelde je met een tennisbal, zo'n klein walletje. En dat, als hij dan wel eens in het gat kwam, dan moest je de kelder in. En dan moest je die bal op gaan zoeken in pikdonker. Mm-hmm. En er liepen allerlei vieze beesten, ratten en alles. En dan moest je, dat was geen lolletje. Mm-hmm. En we speelden ook wel eens, want dat muurtje was tot een zekere hoogte. Als de bal eroverheen ging, wat wel eens gebeurde weinig, maar het gebeurde weinig. Dan moesten we hier naar rechts en dan weer naar rechts. En moesten we helemaal achterom lopen, een minuut of 3-4, voordat je de balletje terug had. Toen ik, ik denk dat ik toen 10 was of zo, dan hadden we wel eens, dan durfden we hier die straat in te lopen en dan gingen we aanbellen bij je moeder. Oh, en dan vroegen we, mogen we misschien een handtekening van Koen? En dan zei je moeder, donder nou eens op een gegeven moment. Ja. Maar die schoot ons echt van de... Ja, die werd helemaal doodziek. Ja, ze leeft niet meer, maar dat had ze nooit meer genoeg natuurlijk. Maar die werd natuurlijk wel veel lastig gevallen, niet tijdens je bekend werd. En dat kwam dagelijks op van televisie of krant en dat ging geplaatst wel eens vervelen. Dat kan je wel indenken, maar ze was er vanwege. In Bos was ze goed hoor. Ja. Een paar straten verderop is een heel lang geleden heeft daar een kunstenaar gewoond, Willem de Koning. En de deelgemeente heeft er van alles aan geprobeerd om daar een soort icoon van de wijk van te maken. Wij hebben zelf het idee dat als je vraagt wie is Willem de Koning of als je vraagt wie is Koen Moulijn, dat ze Koen Moulijn beter. Ik ben natuurlijk een stukje jonger als deze man, maar deze man is wereldberoemd. Ja. Die is over heel de wereld bekend en ik ben in Rotterdam en Nederland en misschien daarbuiten wel. Maar lang alleen geen Willem de Koning natuurlijk. Dat is een grote beroemdheid. En schijnt, ik ken geen verstand van zijn werken, maar hij schijnt hele mooie werken gemaakt te hebben. De Blokkenstraat begint helemaal daar bij de Bergweg en die loopt dan helemaal zo hierdoor deze kant op. En ze dachten, die gaan we laten doorlopen, die Blokkenstraat. En dan zo helemaal tot aan de rotten toe. Oh, willen ze dat? Ja, toch. Ja. Oh. Alleen, dan staat dat muurtje ineens in de weg. Ja, nou, alles dan moeten ze weghalen. Ja. Ja, dat vind je jammer. Ja, tuurlijk. Wij zeiden van, luister eens, dat muurtje, dat is het muurtje van Koen Moulijn, dat kan helemaal niet weg. Nee. En toen zei de portefeuillehouder, die zei, Koen Moulijn, wie is dat? Oh, nou, dat hoor je niet vaak. Maar het is, die mensen bestaan, je moet ook niet onderschatten. Ik ben er weer 37 jaar geleden gestopt met voetballen. Dat is natuurlijk niet niks. Nee. En als je dan een jonge wethouder of een jonge iemand hebt, veel jonge lui herkennen me nog. Maar er zijn natuurlijk ook de nodige mensen die me niet herkennen. Ja. En dat is maar goed ook, het leven gaat door. Maar wij vinden toch dat het niet zo 1, 2, 3 weg kan. En dat het gewoon, kan het misschien een beetje opzij zetten. Of ja, ik weet niet of die plaketten ergens anders neerplaatsen. Dus ja, kijk. Dit is een kunstwerk, hè? Dat mag je sowieso niet zomaar verplaatsen. Hoe heet de eigenaar wie het weggemaakt heeft? Ik ben hem bij zijn naam. Citroen? Ja,
Hans heeft toen het gemaakt. Ja. Ja, het is officieel geopend. Er waren heel wat mensen op de been toen. Ik weet niet hoe lang het hier inmiddels weer staat. Of staat of hangt. Dus dan denk ik een jaar 15, 20 geleden gebeurd. Ja. Maar goed, we gaan toch proberen om te zorgen dat het blijft. Toch? Ja, nou, ik zou het ook leuk vinden natuurlijk. En ik ben er ook wel trots op dat ze dat gedaan hebben natuurlijk. Alleen wat hier tegenwoordig woont. Ze hebben wel eens 90, 95, 95% buitenlanders. En ja, die kennen mij eigenlijk niet meer. Zoals die meneer net, die Omar, die woont hier dan in de buurt. Die hebben echt wel van die groep. Ja, die wel. Dus en hier heeft toch een bekende man gewoond. Hier woonden voetballers in de Wilkes. Kom je vandaan? Wim Jansen, Willem van het Woud. Die hebben 1,40 meter. Kerry Willem van het Woud. Van name. Van het Woud, ja. Nou, dat is een succesvol zaak. En man, die heeft 50 meter ook in de Bloklandstraat gewoond. En daar weer 30 meter verder heeft Wim Jansen gewoond. Ja. Dus als we even naar de andere kant van het muurtje kunnen lopen. Wat ik ook nog vreemd vond. Hè, je komt hier toch niet dagelijks. Is dat ze allemaal van die stenen ballen voor haar hebben neergelegd? Nou, dat zal zo niet van mij gedaan, denk ik tenminste niet hoor. Dat is samenloop van omstandigheden. Er is wel een doel. Ja. Maar. We hebben dan ook even tegenaan school. Nou, dan leg je gelijk het ziekenhuis. Dat zou hoog verhouden, zou wel leuk. Ja, dat zou goed zijn. Ja, maar dat is het doel. Ja, ze spelen natuurlijk hier wel buiten, maar die kinderen kennen mij denk ik niet hoor. Nee. Ik ben hier wel eens geweest, dan staan ze te kijken naar je. Dus, maar verder zeggen ze niet verder. Moulijn, die man die al die grote successen heeft gekend. Maar de mooiste periode was toch mijn jeugd in het Oude Noorden. Nou zeker, ik heb hier natuurlijk, want ik denk van 9 naar 10 kinderen. De jeugd is natuurlijk alles. Hè. Wij speelden toen alleen maar buiten en toen moesten we een beetje leren. Maar je deed alles op straat, toen werd alles op straat gedaan. Ja, dat is een jeugd, ja, dat kon niet meer terug. Dat ken ik niet meer met alle auto's en met het vervoer. En wij hadden natuurlijk ook niet, in onze jeugd niet veel mogelijkheden. He, het was voetballen en dan ging je naar zondagschool en naar school. En dan was je tegenwoordig aan de kinderen ziet wat ze allemaal niet hebben. Dus natuurlijk, van hond naar her worden ze gesleept. Ook dat natuurlijk. En ze hebben natuurlijk, mijn vader maakte elke dag een kunstbal op zijn fabriek. Dan kwam hij 's middags thuis om 5 uur. Dan had ik een bal van oude klanten en daar ging je mee voetballen. Je had gewoon geen geld om. En daar heb je ook dat balgevoel mee ontwikkeld? Nou, dat heb ik dus. Ja, in zijn straat is natuurlijk. Ik ben daar gek van. Ik zou elke jeugd in de straat laten voetballen. Want daar komen echt de goeie van. Ja. Zoals Van Persie bijvoorbeeld? Van Persie, ja. Die komt ook uit het noorden van. Ja, is natuurlijk ook een talent. Je zou het moeten vragen. Maar die zal ook veel buiten gespeeld hebben. En veel gevoetbald hebben buiten. Ja. Want daar heb je de intelligentie op gedaan. Zijn passeerbeweging en alles. En dat doe je. Je moet zo razendsnel denken. Want wij speelden van put naar put. En dat is 1,40 meter. En dan speel je dan partijtjes 5 tegen 5. 7. En dan moet je razendsnel denken. Ja. En dat komt op het veld. Dan komt het ten goede. Verkeren in de voetbalwereld, want moet je maar aan Koemelijn vragen, want toen Koemelijn kon ooit naar Barcelona en dat heeft hij toen niet gedaan. Nee. En een jaar later zei hij, het is nu toch helemaal niks met Barcelona, omdat Barcelona toen helemaal waardeloos speelde. Ja, dat kan ook wel, dus zal ik er geen spijt van dat ik niet weer heb. Dat heb ik hele mooie jaren bij Feyenoord gehad natuurlijk en Feyenoord is een geweldige club, alleen ik vind dat ze nogmaals bij de eerste drie moeten komen en zoals de laatste jaren spelen, is het wat minder, helaas. Merkt u nou wat van die invloed van Wim Jansen? Nou ja, wat ik wel merk, en ook van de trainer, dat er veel meer jeugd gebruik gemaakt wordt. En die moet je de kans blijven geven. En dan ik zal niet zeggen dat het gelijk goed komt, maar dat je dan toch... En dat is bij Feyenoord is veel aan ontbreken, vind ik. Mm. En er komt weinig echte jeugd door. Nu zitten de talentvolle spelers en die komen uit de jeugd, gaan uit de opleiding. Dat vind ik wel tot nu toe een mooie prestatie. Jan Oudenaarde, de beroemde Rotterdamse boekenschrijver. En die heeft pas geleden ook weer een boekje gemaakt over een wandeltocht op Zuid naar het stadion toe. Ja.
Maar die zegt, kijk, het gaat omhoog en het gaat omlaag. Dat is Feyenoord, hè? De ene keer is het geweldig. U heeft dan echt glorietijd meegemaakt. Ja, ik heb hem natuurlijk een mooie tijd meegemaakt. Maar de laatste jaren, helaas, hebben ze de Tim en Tim ze niet meer in de top. Dus weer een hele jaar, 5, 6 geleden of 7, dat ze de UEFA Cup beker gewonnen hebben. En ik vind Feyenoord moet elk jaar weer minstens bij de eerste 3 zitten. In uw leven, hè, het oude Noorden is veranderd van een soort Nederlandse wijk in een multiculturele wijk. Ja. En Feyenoord eigenlijk ook, hè? Dat mag ik niet zeggen natuurlijk, maar Feyenoord is minder geworden helaas de laatste jaren. Ik bedoel niet minder, ik bedoel dat het gewoon een soort internationale club is. Oké, natuurlijk, maar dat vind je bij elke Nederlandse club. En dan moet je internationaal meedenken, alleen je kan geen grote spelers halen financieel. En dan kan het wel eens oprekenen, dat zie je de laatste jaren. Ja. Het is mij nog een raadsel, ik vind het knap dat er nog zoveel publiek komt kijken. Ja. Dat is een 30, 35 seizoenkaart. Ja. Ik vind het geweldig hoor. Fijn dat ze vertrouwen aan dan. Ja, zeker. Zelfs uit het oude Noorden komen ze. Ja, maar als het eenmaal in je hart zit, dan gaat het er moeilijk uit. Ja, fijn, het is chronisch, hè? Dat is een ziekte. Er zijn allemaal mensen die zeggen of ik de rest van mijn leven met mijn vrouw blijf, dat weet ik nog niet. Maar Feyenoord blijft wel. Ik zou ze niet eten willen geven, die liever bij Feyenoord blijven bij de vrouw. Dat is wel een mooie afsluiting, of niet? Ja. Nou, ik vind het leuk dat ik er mee heb mogen doen, zeker voor Rotterdam Noord, want dat is toch altijd het broeinest geweest waar ik door de grond ben geworden. Groetjes. Hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1. In het archief hadden we een gesprek met Tom Wakopreyers, de maker van het beeld van Koen Moulijn. Tom, we staan voor het beeld van Koen Moulijn. Wat moet er nog gedaan worden? Ik ben hem nu aan het afwerken, het lassen. Wat er nu nog gedaan moet worden is het verder wegslijpen van de lasnaden. En zoals hij nu hier staat, bestaat hij nog uit 2 delen. De bovenromp en de benen apart. En dat moet nog van de week verder afgelast worden. Gesiseleerd worden, zoals we noemen. Dus dat is eigenlijk het meeslijpen met de vorm. En daarna, als hij helemaal klaar is, zandstralen en patineren. Tom, is dat elektrisch lassen? Het is een vorm van elektrisch lassen. Het is met argon wordt het gelast, dus argonark. Dat is een elektrische vlamboog, waarin het materiaal, brons weer, hetzelfde brons overigens, wordt toegevoegd om de naden te vullen. We nemen juist hetzelfde brons ook weer, wat meegegoten is. Zodat je geen kleurverschillen dadelijk gaat zien in de patien. Tom, het laswerk wordt door jouw zoon gedaan. Ja, mijn zoon weer van begin af aan, van de jeugd, heeft hij ook altijd bij me gewerkt. En hij is een uitstekende lasser. Pablo heet hij overigens. Dus die werkt hier ook mee aan het afwerken van bronzen. Buiten zijn normale werk, wat hier gewoon nog een loondienst is. Pablo, wat vond jij het leuk aan om het lassen van het beeld van Koen Moulijn te doen? Omdat het toch een bijzonder beeld tot stand komt. En dat het ook in Rotterdam geplaatst wordt. En ik ben zelf ook een geboren Rotterdammer. En dat vond ik wel de uitdaging aan het beeld. En dan komt hij op een gegeven moment ook op een sokkel te staan. Hij komt op een Belgische hardstenen sokkel te staan. Een vrij grote. Die wordt 1,40 meter bij 90 centimeter. En die steekt dan 20 centimeter boven het maaiveld. Dus boven de bestrating uit. Zodat mensen ernaast kunnen staan en erbij kunnen komen. Dan wordt het wat menselijker. Dus niet op zo'n enorme hoge sokkel. Je kan ernaast gaan staan. En in die sokkel wordt dan ook uitgebeiteld zijn naam. Koen Moulijn met de andere tekst bij Mr. Feyenoord, zoals hij toen genoemd werd. En de periode dat hij bij Feyenoord heeft gevoetbald, 1955, 1972 is dat, meen ik. Tijdens de onthulling van de muurschildering spraken we met de weduwe van Koen Moulijn en een paar ex-Feyenoorders. Dames en heren, goedemiddag. Prachtige klanken over Feyenoord.
Ik denk dat allerlei legendes die vandaag hier aanwezig zijn, denken aan de roemruchte tijden van Feyenoord, een instituut. En dat het voor ons vandaag bijzonder belangrijk is om een van die legenden die ons helaas heeft moeten verlaten, te eren. Er zit hier een hele club met collega's, denk ik, van Koen Moulijn. Vrienden en, dag Erik, en oud-spelers van Feyenoord die hier zijn. En dan, ik denk ook wat buurtgenoten en wat buren van waar die woonden. Dus ik denk een bonte verzameling van oudere, maar wel goede mensen hier. En u bent? Ik ben Gerard Meijer. Ik was 50 jaar verzorger bij Feyenoord. En dus u heeft Koen Moulijn natuurlijk ook goed gekend. Wat vindt u ervan dat nou die schildering onthuld wordt? Ja, ik vind het heel mooi en ik heb dus regelmatig contact erover gehad. Dus ik ben aardig op de hoogte gebleven. Ik vind het een prachtig initiatief. Dus ik juich dit toe. En ik hoop dat de buren het ook leuk vinden, want daar gaat het om. Wim Jansen, ja. Wat vindt u van deze happening? Ja, ik vind dit leuk natuurlijk. Dit is mijn oude omgeving waar ik vroeger geboren ben, dus ik kom weer terug in wezen. Ja, want waar bent u geboren? Ik ben in de Bloklandstraat geboren. Ook in de Bloklandstraat? In de Bloklandstraat ben ik geboren, ja. Dus heel vlakbij hier en ik heb mijn hele jeugd verder in de Pijnekenstraat, ook op het hoekje van de Bloklandstraat gewoond. Heeft u nou vroeger ook een balletje getrapt met, in de Bloklandstraat met Koen Moulijn of dat niet? Nee, Koen was wat ouder. Ik heb wel heel veel balletje getrapt in de Bloklandstraat en hier in de buurt allemaal. Maar niet met Koen, die was wat ouder. Ja. Die wilde niet met die jonge spelen toen. Ik sta hier met eigenlijk de aanvoerder van Koen Moulijn, om maar even zo te zeggen. Ik heb hem zien komen en ik heb zijn leven meegemaakt voor een groot gedeelte. Vanaf dat hij bij Feyenoord kwam. En hoe was dat? Ja, fantastisch. Heel veel meegemaakt. Mooie dingen meegemaakt. Natuurlijk ook lelijke dingen meegemaakt, maar dat is normaal. Maar het is bijzonder om hier te zijn. De plaats waar je geboren bent, de hele Hardestraat, ben ik ook geboren. Er zijn ook mensen hier geboren. Echt waar? U komt ook uit het noorden? Uit het noorden, hele Hardestraat. Maar dat is echt binnen een straal van heel... Want Wim Jansen, ja, die komt ook uit de Bloklandstraat. Meneer Van 't Woud, die komt uit de Bloklandstraat. Ja, van daarvoor nog Vaas Wilkes van de Soeterdaalseweg? Ja, Soeterdaalseweg, ja. Nee, dat is... Hoe zou dat nou komen dat er op zo'n klein stukje in het Oude Noorden... dat er zoveel goede voetballers... Goede voetballers, maar er zijn heel wat voetballers. Ja, nou toch wel. Ja, tuurlijk. Ja, want jullie horen wel bij de goede voetballers. Nou, dat moet goede tijden van Feyenoord. Laat het zo zeggen. Maar die komen misschien weer terug, joh. Even geduld hebben. Bedoelt u daar iets mee? Nee, het is een heel andere tijd. Wij waren meer een team en jongens uit de stad, ze kenden we allemaal. We waren Rotterdammers, ze waren één familie. En tegenwoordig is het toch een beetje harder. Mevrouw Moulijn, ja, wat vindt u van deze dag? Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja. Wat vindt u van de schildering zelf? Schitterend. Prachtig. Ik heb hem net want ik had het nog niet gezien. Ik denk, ik wacht dan maar tot vandaag. Ik had het wel in de foto's gezien, maar niet... Maar ik denk, wacht ik maar tot ik dan echt hier naartoe ga. Maar ik vind het heel, die ogen en dat gezicht. Ik zag net tegen die andere mensen. Het was net of ik hem, toen ik hem leerde kennen, dat hij er nog zo uitzag. Ja, echt waar? Ja. Ja, dat is wel een emotioneel moment natuurlijk voor je. Ja, wel, als je dan zo aankomt lopen met dingen. Meen ik echt, ja, heel mooi. Ja. Ja, wat denkt u wat u er zelf van gevonden zou hebben? Ik hoop dat hij meekijkt. Ik hoop dat hij het kan zien. Maar het was geen man van poespas natuurlijk. Nee, maar hij was wel trots. Ook met dat beeld en wat ze voor hem staan. Daar was hij wel altijd trots op. En met dat boek wat ze toen uit hebben gegeven, daar was hij wel, vond hij wel... En dan zei hij altijd, ik ben toch wel vereerd. Hè? Ja, ik bedoel, het is toch ook zo? Ja. Vindt u het terecht eigenlijk, dat speciaal van de Koen zo'n schildering is gemaakt? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, zeker weten. Ja, ja. En hoe vind je hem zelf gelukt? Ja, ik ben heel trots op en heel voldaan ook. Vooral omdat ik nou mevrouw Moulijn heb gesproken. En daar was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe die hem zou vinden. En met haar goedkeuring denk ik, dan is het voor mij helemaal perfect. Ja. Okay. En waarom heb jij het eigenlijk gedaan?
die schildering? Ja, ik kwam zelf met het idee bij de gemeente. Dus ik dacht, nou, ik liep vorig jaar al met het idee, had ik al ingediend. Dus het is eigenlijk jammer dat hij niet meer erbij is. Dat is een nadeel. Ik had echt gehoopt dat hij het had kunnen onthullen, maar ja, helaas. Ja. Wat vind je zelf van Koen Boelijn? Want je komt niet zomaar met zo'n idee. Ja, het is technische voetbal en daar hou ik van. Maar bovenal een heel goed mens met heel positief in het leven staat. Die man had altijd een goed woord voor iedereen. Een man zonder vijanden. Echt een parel voor de stad. Hij is de man die heel veel mensen heel veel plezier hebben gezorgd in het verleden. Maar ja, ik denk u zelf ook, toch? Ik heb geprobeerd dat ook te doen, ja. Maar wat was er dan speciaal aan Koen Moulijn? Ja, Koen was speciaal. Het bekende gezegde dat hij, als hij op de middenstip ging staan, dan kwamen er al 20.000 mensen. Dat was ook zo. Ja, maar hoe komt dat dan? Zeg maar, de stijl waarin hij speelde, die was heel speciaal. Dat trok heel veel mensen aan. En dat verdient hij ook. Ik vind alleen dat hij van die grote voeten had. Had niet van die grote voeten, Adrie? Ja, wat denk je, had hij van die grote voeten? Nee. Had een klein maatje, hoor. Had maar een kleine maatje. Een klein maatje, toch? Ja, dank u wel. Oké, okay, succes. Welke? Nee, hoor. Alleen maar rustig. We eindigen de special met de uitvaart. Hij is voorbij en de heleboel wagens en zo, die zijn ook leuk. De bus met spelers. Dag. Dit was het weer voor deze keer. Als u de filmpjes terug wilt bekijken, kunt u dat doen door te gaan naar www.ziniaknoord.tv, Facebook, YouTube of Twitter. Als u een leuk filmpje hebt om ons te laten zien, kunt u dat doen door het op te laden via www.rotterdamnoord.tv. Dit was het dan weer. Tot de volgende keer.